Welkom bij CodeKraak, waarbij jij de kans krijgt om een keer te winnen. Anders dan bij andere vele spelprogramma's krijgt iedereen hier een gelijke kans. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 cijfers. Elke losse aflevering bestaat uit 3 opdrachten waarbij je 3 codegetallen kunt vrijspelen. Na 8 afleveringen heb je dus de 24 cijfers en daarmee de code gekraakt. Deze opdrachten kunnen zijn rebussen, sudoku's, maar natuurlijk ook kennis over het land Nederland en over hoe jij over dingen denkt. Als het jou lukt om aan het einde van het seizoen alle 24 codegetallen te ontcijferen en deze als eerste instuurt via mijn Instagram, de CodeKraakNL, dan win jij de CodeKraak 2022. Ik wens jou heel veel plezier, puzzelplezier, in deze allereerste aflevering van de CodeKraak. Hallo allemaal, zoals jullie zien sta ik hier bij een uitkijktoren. In Nederland zijn er meerdere te vinden. Denk aan de Euromast in Rotterdam, de Kempentoren in Tilburg en de Wilhelminatoren in Vaals. Als je naar deze 3 torens zou willen gaan en je begint bij de Euromast in Rotterdam, dan kom je via de snelweg langs 7 grote steden. Ja, we zijn al begonnen. Goed, de 7 steden waar je naar op zoek bent, hebben elk een gekoppelde hint. Let dus goed op. Stadion. Dit is het startpunt en tevens de eerste hint naar de eerste grote stad. Turendrecht. Dit is de hint voor de tweede grote stad. De Koninklijke Militaire Academie, de KMA. Dit is de hint voor de derde grote stad. De Kempentoren. Dit is de hint voor de vierde grote stad. Het hof aan de grens tussen cultuurgrond en woestegrond. Dit is de hint voor de 5e grote stad. Watergodin Rura. Dit is de hint voor de 6e grote stad. Tot slot, chemieconcern DSM. Dit is de hint voor de 7e grote stad. Vanaf de 7e grote stad kom je uiteindelijk bij de Wilhelminatoren in Vaals. Van de namen van deze 7 grote steden moet je de eerste letter pakken en deze vervolgens omzetten in een cijfer volgens het alfabet. Vervolgens stel je alle 7 getallen bij elkaar op en krijg je een uitkomstgetal. Dit uitkomstgetal doe je keer het aantal kilometers wat je rijdt om van de Euromast in Rotterdam via de Kempentoren in Tilburg naar de Wilhelminatoren in Vaals te komen. En dan is een van de volgende mogelijkheden de juiste oplossing. Veel puzzelplezier! De eerste opdracht was natuurlijk een lekker opwarmetje. Op het scherm zie je nu een rebus. Los de rebus op en dan weet je wat je te doen staat. Als het gelukt is met de rebus, dan is het juiste getal het grootste getal wat er is uit de 3 mogelijkheden. Dit is dus ook het tweede codegetal van deze aflevering. Veel puzzelplezier! Er is 1 provincie in ons kikkerlandje dat wij zelf hebben aangelegd, namelijk Flevoland. 1 man had destijds het idee om de Zuiderzee in te dammen. Deze man is natuurlijk al overleden, maar wanneer is deze man overleden? Als je weet wie de man is en wanneer hij is overleden, dan heb je het eerste deel goed. In januari van het jaar waarin de man is overleden was er een grote gebeurtenis. Deze grote gebeurtenis had een betekenis om een machtige koning iets te laten tekenen. Wanneer tekende de koning iets? Als dit allebei is gelukt, dan heb je nu een datum gevonden. Als je vanaf deze datum naar 31 december wilt tellen, hoeveel dagen zitten daar dan tussen? Dit is ook het derde codegetal van deze aflevering. Als het goed is heb je nu de allereerste 3 codegetallen gevonden. Er zijn natuurlijk altijd meer dan 15.000 opties bij dit soort getallen. In de volgende aflevering zullen de volgende 3 codegetallen ter sprake gaan komen. En voor nu bedankt voor het kijken. Volg vooral CodeKraak ook op Instagram voor hints naar de 3 codegetallen per aflevering. En dan zie ik jullie volgende week weer.